Oh nee. Nee, dat meen je niet. Hallo dames en heren, mijn naam is Jerne en tot ik kijk naar deze gloednieuwe video van Minecraft Hardcore Survival. Ik ga meteen een nieuwe kist moeten maken, want aangezien die andere kist zo goed als bijna vol, plaats ik hem er gewoon op. Eigenlijk heb ik ook zand nodig, want met zand kan ik ramen maken. En de ramen heb ik nodig voor mijn huisje. Hier zie je zo soms random gras op het zand. Oeh, de squids. Die komen aan land en nemen zo damage. Ja, rip squid. Ik moet hier ergens zo'n trapje naar boven hebben. Laten we die hier zo maken. En die volgende verdieping, die komt dan hier zo. Lijkt me de goede hoogte. Blokken moeten plaatsen, dan hier weer stairs. En dan komen we weer boven. Nu wel eens gaan opvullen. Het is al de 5e aflevering. Dus de serie gaat nog best lekker. We zijn nog niet dood. Oh ja, was ik even vergeten te doen. Het zand moet in de furnace. Als ik nu dit hier zo bij plaats. Dan hier ook nog. Oeps. Maar het ziet er niet verkeerd uit, al zeg ik het zelf. En dan hier misschien nog zo'n steunpilaar tot het boven. Even zien hoe dat eruit ziet. Ja, en vraag ik me af, wil ik het zo hebben? Of wil ik het zo hebben? Ik denk dat ik het toch zo ga doen. Ik raak net nog niet bij die bovenste, heel erg jammer dit. En nu al, ik ga gewoon een standaard glass pane maken. Er komen nog net twee over, komt mooi uit, zo. Wat ik hier even kan maken is misschien nog een of andere gang naar beneden. Dan kunnen we een kelder maken. En in de kelder is misschien een kistenkamer of zo. Tijd. Dat ik mijn koeien weer wat eten geef. Oh nee. Nee, dat meen je niet. Half hartje. Half hartje. Ren. Dit was bijna einde van de serie. Dat gebeurt er als je even niet oplet. Hoezo ging dat zo snel aan half hartje? Mijn hartje, joh. Dat was toch wel even spannend. Ik ga gewoon slapen. Ik ben blij dat ik dat overleefde. Hij had een zwaard. Daarmee. Wauw, dat heeft veel damage. Oh nee, nog zo één. Ik laat ze gewoon doodbranden. Die spinnen zijn minder irritant. Die kan je wel makkelijk aan. Ik viel hem gewoon even aan, zodat ik wat extra XP heb. Nog een lange weg te gaan voor level 30. Maar we komen er wel. Deze aflevering werd wel wat spannender dan ik eerst had verwacht. Vooral met die baby zombie. Ik wil gewoon veilig spelen. Dus ik ga heel veel fakkels maken. En alles gewoon waarmee het in de buurt is van mijn huis verlichten. Ik ga nog best rap op die fakkels. Wat ik de volgende aflevering wil doen is even gaan mijnen. We hebben echt heel weinig eieren en zo. We moeten gewoon meer resources hebben. Ik ga gewoon door tot al mijn fakkels op zijn. Zo. Nu zitten we toch even hier veilig, denk ik. We waren bezig nog met inrichten van het huis. Ik wil hier ook wat ramen hebben. Ah, dan komt dat net hier zo. Dat is jammer. Ik moet het dan eentje lager doen. Zo. Dan zou ik zo ook hierheen willen. Ja, hier zo heen. Ja, waarom niet hier ook nog? Kan je mooi naar buiten kijken terwijl je de trap opkomt. Ja, dit ziet er wel niet verkeerd uit. Even zien hoe het buiten uitziet. Misschien nog aan die kant waar ramen toevoegen. Oh, ik kan misschien die blauwe deur maken. Ziet hier een beetje goed uit. Ik heb de eerste keer dat ik die gebruik. Oh nee, die past er zeker en vast niet bij. Ik
moeten wel voor iets anders gebruiken dan die blauwe deur. Maak wel een spruce deur. Wat is eigenlijk je favoriete houtsoort? Van de meeste Minecraft spelers is het spruce wood. Dat zeggen best wel veel mensen. En bij mij is ook wel spruce wood mijn favoriet. Maar wie weet is het bij jou wel iets anders. Ik ga hier wat anders doen met de ramen. Ah, ik weet het nog niet. Ik kan misschien later nog aanpassen. Die moestuin komt dan hier zo. Hier komt de moestuin. Water. Ik denk dat daar genoeg is, ja, voor alles. Aardappel doe ik die en de rest gewoon seeds. Die gele schoenen past wel mooi bij het bed. Ik wil wel even op verkenning gaan, want ja, misschien komen hier nog wel leuke dingen tegen. Ondertussen sla ik wat tegen het gras aan, zodat ik wat meer seeds krijg. Nu ben ik gewoon naar de ene boom aan springen, van ene boom aan slingeren naar de andere. Of ja, slingeren eerder springen. Hoe vossen. Wat dropte die eigenlijk? Dropte die niet iets? Ik weet niet wat ze dropte, maar waarschijnlijk wel iets. Oh. Volgens mij zag ik daar een village. Ja, we zien een village. Maar ja, we gaan even hier verder verkennen in de volgende aflevering. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Laat even weten in de reacties. Wat jullie van deze video vonden, dan zie ik weer terug bij een volgende video dus. Doei!